Buk-Buk is een jongerencentrum in het Nederlandse dorp Heilo dat vooral bekendheid genoot als poppodium. Het is in 1968 ontstaan in het Bruno-gebouw dat eigendom is van Walvierdus parochie te Heilo. Jongerenwerk Heilo wil het cafézaal van het Bruno-gebouw behoorlijk gaan opknappen. De bedoeling is dat er vanaf begin september op de woensdag- en vrijdagavonden weer inloopavonden komen voor jongeren. Buk-Buk is ontstaan als café voor katholieke jongeren. Gevestigd onder de hanenbalken van het gebouw. Men moest om in het café te komen twee keer bukken, wat leidde tot de bijnaam en later de naam van het café, Buk-Buk. Mijn naam is Esther Schotten en ik ben jongerenwerker in Heilo. En vanavond zijn er verschillende groepjes bij elkaar om te brainstormen over hoe we het nieuwe jongerencafé inrichting kunnen geven. Dus in het oude gebouw van de Buk-Buk mogen wij als jongerenwerk dit gedeelte huren. En wij willen daar heel graag wat moois van maken voor de jeugd van Heilo. Dus iedereen denkt mee vandaag. Ja, dat maakt niet uit. Tekeningen laten zien. Maar je kunt hier ook tekenen. Je zou je ook kunnen tekenen. Dus om een eigen doen. En echt goed. Maar. Dus hier gekomen om ook ergens te